Nou, nog even voor de Bluetooth. Dat is wel makkelijk om het toch nog eventjes uitgelegd te hebben. Ja, het is iets makkelijker dan dat ik zelf dacht. Ik moest echt even rommelen, zeg maar, om het voor elkaar te krijgen. Maar ik ben eruit. De knop kan je namelijk ook naar boven kantelen of naar beneden kantelen. En met het naar boven kantelen of naar beneden kantelen kunnen we dus inderdaad een regeltje naar boven of een regeltje naar beneden. Als we eraan draaien kunnen we dus inderdaad zien telefoon, apparaat verbinden en oproepenlijst. Maar als ik ga naar apparaat verbinden en ik druk vervolgens op die middelste knop, dan kunnen we natuurlijk zoeken naar de telefoon en ook zoeken starten met de telefoon zelf. En op die manier kan je dus een connectie maken door de telefoon even het nummer te geven van de Connect. En dan zal die erin staan. En dan hoeven we dat ook maar één keer te doen. Dan is die toegevoegd. En dan zal dat de volgende keer ook makkelijk gewoon overgenomen worden. En als we de telefoon gewoon in Bluetooth laten staan, maakt die koppeling automatisch. En is dat wat dat betreft geen enkel probleem. Alleen ik wist niet dat het ook een kantelbare knop was. Dus dat is dan even een dingetje waar ik dan even uit moest naar kijken, zeg maar. Maar goed, ook dat is weer gelukt wat dat betreft. En dan moet ik zeggen, dan is het eigenlijk een heel eenvoudig en goed werkend systeem. Dus het werkt. Mocht u toch nog vragen hebben, hoor ik het natuurlijk graag. Maar dit is even de toevoeging voor de Bluetooth. Ik dank u wel.